Het is nu donderdag 28 mei. We zijn gearriveerd in Bialystok, of eigenlijk een plaatsje daar vlak daarboven. Het heet Vladistok, is eigenlijk op de weg naar Grodnau. Nou, we hebben zowaar een camping kunnen vinden. De reis ging eigenlijk buitengewoon voorspoedig vanuit Warschau. We waren hier binnen een paar uur. Alleen het zoeken naar een camping, dat kostte enorm veel tijd. Dus dat hebben we nu ook wel een beetje gehad. Maar je ziet het vooral heel veel lege gebouwen, maar totaal geen enkele tenten of caravans of wat dan ook. Nou, er is een lokale brandweergezelschap gearriveerd en ja, daar moeten we het vanavond maar weer doen. En Gertje is naastig op zoek naar het toilet. Nou, de bus die houdt zich op zichzelf best heel aardig. We hebben vandaag een schapenvacht, of gisteren eigenlijk een schapenvacht voor mij gekocht. En ja, die doet het buitengewoon goed. Alleen die ruft als de neten. We hebben dat wel proberen te maskeren, maar dat viel toch niet mee. En je ziet, hè, dus daar hangt de dode hond voor Gertie. Dus ik heb een dode schaap. En, een beetje indruk te geven waar wij nu zitten. Dit is Warschau. Zijn we via Bialystok hier de Wit-Russische grens overgegaan en we zitten nu in Grodno. Dus dit is Wit-Rusland en helemaal in het hoekje ligt Grodno. Dus tussen Litouwen en Polen in. En ja, daar zijn we nu aangekomen en Karius, dat is een vriend van ons, die woont hier al 10 jaar met zijn gezin. Als een van de weinige Nederlanders heeft hij hier een grote zaak opgezet, in de aardbeienplanten onder andere. En ja, hem gaan we bezoeken. Dus kijken hoe hij zich hier staande houdt. Hey, Karius, we vallen met de neus in de boter en maken het schoolfeest mee van Sedrina, de dochter van Karius en Anastasia. En dat is een hele gebeurtenis. En ook Sedrina kreeg haar diploma. Vervolgens nog een goede maaltijd, waar de kinderen al de hele dag naar hadden uitgekeken, want die stond vol met snoepgoed. De grootste verrassing van die middag was wel een bellydancer, een meisje van 4 jaar die een geweldige show gaf.